waarom waarschuwen ze daar nu ineens voor, Kees? ze hebben zichzelf in een uitzichtloze positie gemanoeuvreerd. Ja, door hun beleid ja. zijn die huizenprijzen gestegen en zijn die koers gestegen. Ja. Ja, en dan ga je ervoor waarschuwen. Ja, maar daar liggen ze nachts wakker van. Als die rente omhoog gaat, ja, dan weet je ook wat er gaat gebeuren met faillissementen, huizenprijzen, werkloosheid. Ja. We leven nu in een soort bubbel die mogelijk gemaakt wordt door gratis geld en steunmaatregelen, allerlei gektes. Ja, weet je wel. En er zijn ook winnaars, wat ik net al zei, daar zijn mensen heel erg blij mee. Maar er zijn ook hele grote groepen voor wie de toekomst dan ook een heel stuk anders uitziet. Everything is going up, because there's so much to have. 43%. Welkom bij deze aflevering van Madelon Navigeert. Mijn naam is Madelon Vos en vandaag ben ik onderweg naar Kees de Kort. Een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden, praatte ik al met Kees over het monetair beleid. En vandaag doen we dat opnieuw. We zien namelijk een aantal dingen die best wel verontrustend zijn. Waaronder het geld, wat ongelooflijk goedkoop is. Nog nooit eerder was het geld zo goedkoop, kijkend naar de negatieve rente. Aanbod van geld is enorm fors en we zien de inflatie oplopen. Reden genoeg om het opnieuw met hem hierover te hebben en om een duidelijk beeld te schetsen van waar we nu in terechtgekomen zijn. Want we weten natuurlijk dat Kees op dit moment niet belegt. Hij staat aan de zijlijn. Maar dat betekent ook dat de 30% die we afgelopen jaar in de plus gestaan hebben, als we alleen al kijken naar de AEX, dat we die gemist hebben of dat hij die gemist heeft. Hetzelfde geldt voor andere beleggingen zoals goud, zilver en bitcoin. En met hem gaan we daar uitgebreid over praten vandaag. Ik heb er in ieder geval ongelooflijk veel zin in. Het wordt weer een supermooie aflevering. Ik zou je ook willen vragen om alvast te laten weten wat je van Kees' visie vindt. En zorg ook eventjes dat je tussen de aflevering door of tijdens de aflevering laat weten wat je ervan vindt. Door op het duimpje te klikken. Dat is voor ons makers natuurlijk ongelooflijk belangrijk. Voor nu ga ik snel richting Kees en ik zou je aanraden om gezellig met ons mee te rijden. Tot zo! Hallo Madelon, Kees! Goedemiddag! Goedemiddag! Jongen, ik kom aanlopen en ik zie een soort spaceship waar ik terechtkom. Hoeveel, nou, daar gaan we hoor! Hoeveel camera's staan, moet ik opletten? Nou, we hebben er in ieder geval 3 hier staan. Jongen. Dus dat is een ding. Ja, het is een beetje een upgrade ten opzichte van de vorige keer dat wij gingen rijden. Ik ben benieuwd wat dit voor beelden gaat opleveren. Dit wordt hartstikke tof, Kees. En wat fijn dat je er weer bent. Want het is alweer een jaar geleden, denk ik nou, zo. Nou, ik heb in mijn agenda zitten kijken. Het was 20 oktober vorig jaar. Dus 13 nog langer maanden. Zelfs. Ja, 13 maanden 13 geleden. Maanden. En het is wel weer nodig dat we weer eventjes gaan bijkletsen. Ja, want er zijn een heleboel rare dingen gebeurd. De laatste keer dat je hier te gast was, heb je veel verteld over je achtergrond. Over hoe jij terechtgekomen bent, waar je nu terechtgekomen bent. En mensen weten natuurlijk dat jij bijna dagelijks op de radio te horen bent bij BNR. Mm-hmm. En wat voor berichten ik op Twitter kreeg, was toch best wel interessant. Mensen zeiden, nou, Kees is behoorlijk kritisch de laatste tijd. Kun je dat verklaren, Kees? De laatste tijd? Ja. Ik ben altijd kritisch. Altijd behoorlijk kritisch. Ja. Maar wat ik doe, of wat ik probeer te doen, is te voorspellen wat er gaat gebeuren. Ja. Nou, en als het leuk is, zeg ik dat. En als het niet leuk is, probeer ik het ook duidelijk te maken. Ja. En als je gewoon op een rijtje zet wat er denk ik gaat gebeuren, is dat een heleboel onprettige dingen gaan gebeuren. Ja. Dat kun je dan negatief noemen. Maar ja, met negatief kan ik niks. Nee. He, wat gaat er gebeuren? Noem jij het negatief of is het kritisch? Nee, ik niet. Maar ik krijg ook wel meer commentaar van mensen die dan zeggen, ja Kees, je bent zo negatief. Ja, dat kan. Ja. Maar dat maakt mij niks uit. Wat denk ik dat er gaat gebeuren? Ja, en als we kijken naar de huidige situatie, als we even een beeld proberen te schetsen van wat er nu plaatsvindt. Wat we zien ten opzichte van een jaar geleden. Wat zijn dan de karakteristieken die je eruit zou pakken waarvan je zegt, nou, dit is iets om kritisch over te zijn. Ja, kijk. En wat er in wezen, de gekte van een paar jaar, van vorig jaar, is nog steeds volledig van toepassing. Ja. Toen hadden we die massieve overheidssteun, dat is nog steeds zo. En heel belangrijk, het gratis geld, dat is ook nog steeds zo. Konden de verhuizing is ook nog steeds zo. Dus we zijn 13 maanden verder. En in essentie is er niet zoveel veranderd. Behalve dan dat ik denk dat door dit soort maatregelen, de problemen, onderliggende problemen,
langzaam zeker groter worden. Ja, want wat nu opvallend is, een van de dingen die de consument nu ook echt merkt, is dat we te maken hebben met best wel forse inflatie. Niet alleen in Europa, nee, maar dat ook is, dat is inderdaad een hele grote verandering. Ja, vorig jaar aan deze stel stelt niet zo voor. Maar daar zijn natuurlijk in de wereldeconomie, naar aanleiding van de coronamaatregelen, zijn een heleboel dingen gebeurd. En die hebben er mede toe geleid dat de inflatie behoorlijk aan het oplopen is. Ja, en in een aantal landen. En als we concreet kijken, hè, naar die inflatiecijfers, ik meen uit mijn hoofd dat Amerika nu op 6,2% zit. Ja. Dat Europa... Een procentje 4. Iets meer dan 4 zelfs. Dat is best wel heftig, toch? Of... Nou ja, dat hebben we natuurlijk heel erg lang niet meegemaakt. Precies. Hè? Een 30-jarige all-time high in Amerika, om het zo even in bitcoin-termen te blijven. Ja. Nou, dat is één. Hè. Dat is dus vrij snel gegaan. En de discussie is nu dus... Wat gaat er dan gebeuren? Ja. Wat gaat er gebeuren? Nou, de centrale banken, dat weet ondertussen iedereen wel, die staan in de stand van... Ja, het is tijdelijk allemaal wat hoger, maar wij centrale banken denken dat het binnenkort weer omlaag gaat. En Kees de Kort denkt, nou, het is al een stuk hoger, het gaat nog hoger en dat binnenkort omlaag, dan kun je op je buik schrijven. En dat heeft te maken met de dingen die gebeurd zijn in de economie in het afgelopen jaar. En welke dingen acht jij... interessant als het gaat om die inflatie. Wat zouden de beweegredenen kunnen zijn dat de inflatie is gaan rollen? Ja, maar dat heeft heel veel te maken met wat iedereen wel weet, die verstoring in de productie- en distributieketens. Ja. Dat heeft geleid tot hogere prijzen. Mm-hmm. Ja, en als die verstoringen, die zijn nog lang niet afgelopen, dus je kunt redelijke wijze voorspellen dat die verstoringen nog even blijven. Kunnen we uiteenzetten hoe die verstoring in de distributieketens tot stand komen? Ja, dat heeft te maken met, ook weer te maken met het beleid naar aanleiding van corona. Met het begonnen in de VS, waar de regering Trump in die tijd en later Biden nog een keer een enorm bedrag in die economie gepompt hebben. En dan praat je over tegen de 5000 miljard dollar. Ja. Terwijl tegelijkertijd in het begin, er waren dan bewegingsbeperkingen. Dus je mocht niet uit eten, je mocht niet op vakantie. Kortom, er komt een enorme berg geld die economie in. Nou, en toen zijn mensen dingen gaan kopen. Ja. En niet alleen in de VS, maar in de VS kreeg iedereen geld. Ja. Dus zijn we gewoon, en we konden het eigenlijk maar aan een paar dingen uitgeven. Dus zijn ontzaglijk veel gaan kopen. Mm-hmm. In Europa kregen de mensen die het nodig hadden geld. Ja. Dat zijn al die steunmaatregelen. Maar wij konden het ook maar aan een beperkt aantal dingen uitgeven. Ook hier hadden we de lockdowns natuurlijk. Dus dat betekent dat je heel je geld maar kwijt moet aan dingen. Dus vorig jaar om deze tijd, of iets daarvoor, was er een enorme explosie van vraag naar goederen. Maakt niet uit wat, we willen het gewoon hebben. Ja. Nou, dus niet aan diensten, maar echt aan goederen. En heel veel, plotseling. Dus ja, dat moet ook gemaakt worden. Dat moet vervoerd worden. Hè. En daar zit de productie- en distributieketens in. Weet je wel, op een gegeven moment, al die grote bedrijven, je hebt gewoon lange termijn patronen over vraag naar goederen en diensten. Die goederenvraag, die werd ook overspoeld door die explosie van geld die er overheen kwam. Dus dat moest allemaal gemaakt worden, vervoerd worden. Ja, gemaakt worden, heb je grondstoffen nodig. En vervoer heb je containers nodig. En heel langzaam en zeker kwam... Dat kon het systeem gewoon niet aan, de plotselinge veranderingen. Dus er was zoveel vraag naar in de basis die grondstoffen en in de basis die containers om die goederen te verschepen, dat er eigenlijk gewoon niet was. Nou ja, dat was er wel, maar weet je wel, in zo'n dat productie- en distributiesysteem is heel fijnmazig en gedetailleerd georganiseerd. Ja. En er zit niet zo heel veel rek in, want rek is dingen waar je niets van in rekening op brengt. Dat is allemaal heel fijn. Dus als in één keer een paar honderdduizend containers en een paar schepen, een stuk of 15 schepen aan andere kanten moeten varen. Mm-hmm. En een paar honderdduizend containers staan niet meer waar ze stonden. Dan kan dat leiden tot dat mensen niet meer kunnen krijgen wat ze willen. Ja. Nou, en als je iets niet meer kunt krijgen wat je wil, terwijl je het nodig hebt, dan ga je om je heen zoeken. Ja. Dan ga je het ergens anders kijken. Ja. Dan ga je het overal vandaan halen. Ga je het overal vandaan halen. Ja. Is dat niet hier, dan ga je daar. Maar dus een kleine onzekerheid of een kleine twijfel van dit kunnen we niet krijgen op ons normale adres. Dan gaan we een ander adres toe. Maar daarmee verplaats je het probleem naar een iets andere plaats. En dat proces van verstoringen, daarop reageren, andere dingen bedenken. Dat heeft geleid tot nog grotere verstoringen. Dan krijgen producenten het probleem van wij willen onze spullen hebben om dingen te maken. Die kunnen we niet vinden, want er zijn geen containers. Dus wij willen ook zeker weten dat we grondstoffen kunnen krijgen. Dus heel langzaamaan extrapoleert dat in steeds grotere problemen. En daar komt nog bij, het hele productie- en distributieproces, dat was voor heel veel bedrijven gebaseerd op just-in-time delivery. Ja. Precies op tijd. Precies op tijd. En als alles werkt zoals het moet werken, gebeurt dat ook. Maar als daar verstoringen in komen, dan krijg je dus niet meer wat je nodig hebt op het moment dat je het wil hebben.
Dan komt die hele keten eigenlijk tot een soort van stilstand en, te staan. Nou, en dan gaan we dingen regelen. Dan gaan we dingen regelen. Gaan we 2-3 keer bestellen, want we moeten het hebben. Ja. Dus de ene verstoring, die vrij klein is, die lokt groot een andere verstoring uit, die wat groter is. En voor je het weet, zit iedereen te gaan kijken, hoe krijg ik mijn spullen? Hoe krijg ik mijn spullen hier? En dat is dat grote productie- en distributiecentrum. Gaan we voorraden aanleggen. Want ja, we willen hier nog een keer met tekorten geconfronteerd worden. Nog meer vraag op nog meer containers, op nog meer schepen die ergens anders liggen. Dus dat is een proces wat gewoon een half jaar, drie kwart jaar geduurd heeft. En nu zitten we met de gebakken peren. Dat we gaan kijken, want iedereen wil alles hebben en iedereen wil alles vervoeren. Maar waar zijn de containers en waar zijn de schepen? Precies. Hogere prijzen. Maar daarvan kun je zeggen... Dat is iets tijdelijks. Dat denk ik ook wel. Hè? Dat kristalliseert wel uit. Hè? Dat gaat wel even door. We zijn er nog niet uit, maar dat komt wel weer goed. En daarvan kun je dus ook wel zeggen... Dat zouden we richting de lockdown kunnen pushen. De lockdown is daar schuldig aan. Ja, de lockdown is daar schuldig. De geldcreatie. Het is de lockdown en dat geld dat aan iedereen gegeven werd die in probleem kwam. Een combi. Precies. Ja. Maar goed, dat heeft geleid tot dat zie je nu gebeuren. De producentenprijzen die exploderen overal. Containertarieven exploderen overal. Schepen, dat denk dat wel weer goed komt. Ja. Dat is dus een rechtstreeks gevolg van het coronabeleid. Ja. Maar er komt iets anders bij, dat is de energieproblemen. Dat heeft niks met corona te maken. Dat is toevallig zo dat we nu zijn aan het twijfelen over onze toekomstige energievoorziening. Want de vraag naar energie neemt gewoon toe mondiaal. Maar er zijn ook mensen die hebben kolencentrales gesloten, gasvelden dichtgegooid. Dus de aanbod staat onder druk. Ja. Ook dat maakt niet zoveel uit. Als je denkt dat er een rek in het systeem zit, dan denk je, nou, als ik iets nodig heb, kan ik al wel aankomen. Maar op het moment dat je twijfelt aan het rekkend systeem, dan wil je gewoon zeker weten dat je het gaat krijgen. Dan ga je betalen, ga je lange termijn contracten afsluiten. Ja. Maar daarmee vermindert de rekkend systeem. Waardoor andere mensen weer nerveuzer worden en denken, binnenkort kan ik het niet meer krijgen. Ik ga nu alvast afspraken maken. Ja. In een situatie die krap is, vraag-aanbodverhouding is heel krap. De vrije ruimte wordt minder. Nou, dan wordt iedereen nerveus en wil gewoon zeker weten dat ze het krijgen. Hogere prijzen. En dat is iets, die vraag-aanbodverhoudingen. Dat wordt erger. Ja, en daarvan is de vraag of dat tijdelijk is. Dat is niet tijdelijk, dat wordt veel groter. Oké. Want daar weet je wel, dat is gewoon een kwestie van... Je brengt niet zomaar energiecapaciteit op ons team. Nee, dat gaat gewoon niet. En de vraag blijft wel stijgen. En waarom gaat dat dan niet, Kees? Madelon, we hebben een soort milieuwetgeving, een duurzaamheidswet. Ja. Dus we sluiten van alles. En het vervangen we door windmolens en zonnecellen. Dus eigenlijk zijn we onze eigen katalysator als het gaat om die opdrijvende prijs. Dat is een ding wat zeker is. Alleen een heleboel mensen vinden dat maatschappelijk belangrijk dat dat gebeurt. Ja. De klimaatcrisis. Dit is de bijvangst. Maar die prijzen die blijven echt stijgen. Maak je daar maar geen zorgen over. En dan krijg je natuurlijk nu, wat ook een beetje boven hangt, de prijzen stijgen. 6-4%. Ja, de werknemers denken, ons leven wordt een stuk duurder. Moeten wij niet meer loon vragen? Ja. Nou, dat is niet onredelijk natuurlijk. Hè. Dus die lonen, die kunnen ook wel eens gaan stijgen. Dat zou mij niks verbazen. We daar naartoe gaan, Kees, hoor. Voordat we naar die lonen gaan, nog heel even terug naar het energieverhaal. Hmm. Daar wil ik nog heel even blijven. Want concreet is dat een hele belangrijke factor. En ik vind het wel belangrijk dat de kijker dat ook begrijpt. Op het moment dat die energieprijzen blijven stijgen, dan wordt het natuurlijk doorberekend in dat... eindproduct. Ja, uiteraard. Nou, en je ziet nu in Duitsland bijvoorbeeld dat de producenten zo... Nee, maar energie is natuurlijk overal. Hè? Energie, dat is het. Zonder energie is er niks. Simpel is het. Dus die prijsstijgingen die gaan ook weer leiden tot hogere prijzen. Nee, dat is onvermijdelijk. Dat gaat gewoon gebeuren. Want die vraag-aanbodverhoudingen op die energiemarkten, die zijn krap. Ja. De vraag neemt toe, want de wereld groeit, de wereldwelvaart groeit een beetje. Het aanbod staat onder druk vanwege onder andere vanwege al die milieumaatregelen. Ja, en we zien natuurlijk in Duitsland nu de producentenprijsindex fors stijgen. Die stegen naar 18%. Ja, nou ja, goed, dat is een optelsom van productie, distributieketens, energie. Ja. Alles tezamen. Ja, nou is dus de vraag, kunnen die producenten hun hogere prijzen doorbreken aan het publiek? Nou, ja. Dat is nou... ook aan het gebeuren. En waarom is de inflatie in de VS nou veel hoger? Omdat daar het opgetelde publiek veel meer geld heeft gekregen. Dus heel veel mensen hebben daar gewoon... In Nederland kreeg iedereen geld die het nodig had. Ja. En de VS kreeg iedereen geld. En nog veel ook. Dus die hebben gewoon... Wat houdt dat dan in? Ja, die krijgen een paar duizend dollar per jaar vanwege coronasteun. Ja. In Nederland kregen alleen mensen steun die het nodig hadden. Waarvan de zaak werd stilgelegd. Maar in Amerika kreeg iedereen geld. Ja. Dus een heleboel mensen kregen gewoon een cadeautje van een paar duizend dollar.
Dus die konden gewoon besteden. En die kunnen ook betalen. Maar jij zegt wel cadeautje. Ja. Uiteindelijk wordt dat natuurlijk weer vereffend met de inflatie. Nou, dat is aan de hand gebeurd. Ja, maar goed, omdat ze heel veel geld hadden, maakt het ook niet zoveel uit dat ze meer moeten betalen. Nee, precies. En dus dat is ook een tijdelijk. Dat iedereen blij is, daar is ook een tijdelijk verhaal. Maar het heeft wel geleid tot een hoge inflatie. En nu krijgen we de vraag, gaat dat vertaald worden in hogere lonen? En dan loop je het risico dat er zo'n beetje met een beetje pech een loonprijsspiraal komt te ontstaan. Ja. Dus, kun je uitleggen wat dat inhoudt, macro-economisch? Nou ja, de lonen stijgen. Hè, dan worden de prijzen, dan gaan natuurlijk de producenten gaan zeggen, nou, wij moeten meer betalen, we gaan de prijzen verhogen. Ja. Dan gaan de consumenten dan zeggen, de consumenten, ja, dan willen wij hoger lonen. Hè, dat kan een tijdje duren. En als je als bedrijf geld zat hebt, dan kan het ook wel. Als je als bedrijf het al moeilijk hebt en je moet dan veel hogere lonen betalen, dan kan dat leiden tot problemen in het bedrijfsleven. Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, die durft te stellen dat we momenteel nog steeds niks zien wat lijkt op een loonprijsspiraal. Nee, maar je moet je wel realiseren dat inflatieverhaal is pas heel recent. Hè? Ja. Kijk, die productie- en distributieketen, dat is begonnen. Vorig jaar in de zomer, dat begint langzaam maar zeker, hè, dat wordt groter en groter. De energieverhalen, nou, dat is iets van de laatste 3-4 maanden. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk in met die cao's, je hebt natuurlijk afspraken, weet je wel, die een tijdje duren. Je kunt niet zomaar halverwege zeggen, ik wil meer geld. Dat is niet zo, maar als die prijs, en dat is het punt. Als de ECB gelijk heeft en die prijzen dalen weer, dan gaat er natuurlijk geen sprake zijn van een loonprijsspiraal. Als ECB niet gelijk heeft en die prijzen blijven wel stijgen, dan ga ik er rustig aan uitgaan. Dat bij iedere denkbare toekomstige cao-onderhandelingen, dat mensen gaan zeggen, ja, alles prima, weet je wel, maar wij willen gewoon meer geld. Ja. En dus het is nog niet zover, maar het zou zomaar kunnen gebeuren. Ja, er is een aanzienlijke kans. Is dat iets wat we in Amerika al wel zien, als we even kijken naar de verschillen tussen Amerika en Europa? Nou ja, in Amerika stijgen de lonen ook al. Alleen de lonen stijgen daar wel, maar alleen de prijzen stijgen nog harder. Dus daar is hetzelfde verhaal van toepassing. En waarom is zo'n spiraal, waarom is dat gevaarlijk? Wat kan dat doen met een economie of met stijgende prijzen? Op zich, als je lonen stijgen en de prijzen stijgen, ja. Ja, want je zou toch zeggen, dat is hartstikke mooi voor de mensen die het last hebben van inflatie. Maar de producten worden ook duurder natuurlijk, hè. Dus de vraag is, wat gebeurt er in andere landen? Ja. Inflatie, wat gebeurt er met de rente? Daar hebben we natuurlijk nog niet over gehad. We leven nu in de sfeer van gratis geld. De rente is nul, plus minus. Het is natuurlijk heel raar dat je met 4% inflatie dat de rente nul is. Ja. Dat is natuurlijk een uniek rare situatie. Ja, want normaal gesproken moet dat een beetje gelijk opgaan. Nou, als jij bij wijze van spreken belegt of je hebt geld, dan wil je toch wel dat je geld niet minder waard wordt. Ja, en dat geld wordt nu 4% per jaar minder waard. Ja. Dus dat financiële stelsel, dat natuurlijk volledig op de tocht is gezet door het monetaire beleid van gratis geld en quantitative easing. Dat gaat de route eten gooien. Ja. En op het moment, stel, ik hoop voor een aantal mensen niet dat de rente naar 4-5% gaat. Hè, dat je als het ware als belegger nog een reële rente maakt. Nou, Madelon, je mag zelf gaan bedenken wat het betekent voor de economie met die schulden. Als de rente naar 4% gaat, ja, dat kan eigenlijk niet. Dan is het leed niet te overzien hoor. Nee. Dus we zitten heel erg klem, hè, vanwege de schulden. Ja, enorme hoeveelheid schulden moet eigenlijk de rente heel laag blijven. Ja. Maar ja, vanwege allerlei andere aspecten. Economisch perspectief. Ja, wie wil nou geld uitlenen als hij 1% kan krijgen, terwijl de inflatie 4-5% is? Ja, dat zijn niet veel mensen. Dat willen banken ook niet meer. Nee, dat wil eigenlijk niemand. Dus dat begint natuurlijk te wringen. Ja, op een verschrikkelijke manier. Als we nog even teruggaan naar die loonprijsspiraal. Je ziet natuurlijk ook bij verschillende ondernemingen dat die behoorlijk onder druk staan. Tuurlijk, ja. Niet alleen vanuit de kant dat hun grondstoffen duurder worden. Dus dat ze dat door moeten gaan berekenen aan de eindgebruiker. De marges die kleiner worden, want je kan dat nooit in één keer doorbreken. Maar ook het personeel vraagt om meer geld. Nou ja, goed, hè, en personeel is schaars ineens. Nou, maar goed, als je prijs kunt doorberekenen, sommige bedrijven kunnen dat, dan is het niet veel aan de hand. Maar als je dat niet kunt, gaat het ten koste van je marges. Precies. Maar het grote verhaal is het wringen tussen de prijs van geld en inflatie. Dat is op dit moment. Kijk, als je op een gegeven moment meer geld krijgt voor het werk, je doet iemand meer betalen. Dat is op zich niet zo'n probleem. Maar de economie in zijn totaliteit, met gratis geld, schulden en hoge inflatie. Ja, dat is een hele rare en pijnlijke combinatie van factoren. Dat kan niet goed blijven gaan. En als we kijken naar... En die arbeidsmarkt, dat is wel fascinerend. Ja, precies. Pre-corona wisten we gewoon dat in de bouw en ICT was al schaars. Ja. Dat was al bekend. Ja. En nu, nou de economie is nu eind november weer een beetje op het niveau van pre-corona gekomen. En nou is overal schaarste. Maar hoe kan dat dan? Ja, inderdaad. Madelon, dat vraag ik me ook al af.
Wat doen al die mensen dan? Zitten die thuis te beleggen? Nou, dat weet ik niet. Er zijn een aantal mensen naar test- en controlecircuit terechtgekomen. Ja. Ik las laatst een verhaal dat er pre-corona nogal wat, laten we zeggen, voorheen gasten, wat we vroeger gastarbeiders noemden, in Nederland werkten. Ja. Die terug zijn gegaan naar eigen land. Okay. Die zijn dan blijkbaar nog niet weer teruggekomen. Misschien dat mensen vroeger met pensioen gegaan zijn. Dat kan, een paar. En dat er nog een beperkte groep is gezegd, nou, we hebben zoveel geld verdiend de afgelopen jaren, we kunnen stoppen met werken. Kan ook nog. Vergrijzing? Ja, het is een beetje een raar verhaal. Ja, dat verhaal over die mensen die uit het buitenland die hier werken, dat bleek het wel grote aantallen zijn. Dat zou ook een rol kunnen spelen. Maar het is, het is raar dat je pre-corona weer bent en dat er nou overal schaars is. Ja. Een goede verklaring kan ik ook niet vergeven. En dat heeft dus niks te maken met dat die mensen nu misschien rijk geworden zijn van crypto en dachten... Nou ja, dat zullen er wel een paar zijn, weet je wel. Maar dat rechtvaardigt natuurlijk niet dat er overal schaars is. Nee. Behalve dan de ICT en de bouw, wat er al was. Ja. Maar dan krijg je dus dat effect dat die ondernemers, dat het MKB echt krapte gaat ervaren. Ja, ja, ja. En dat moet doorberekenen in de prijzen, simpel gezegd. Ja, goed. En dan krijg je dus nog meer inflatie. Ja, de inflatievooruitzichten die zijn natuurlijk heel simpel. Maar ook misschien een afname van economische groei. Ja, dat of kun je die conclusie niet trekken? Nou ja, dat is dan wat er... Hè? Economische groei zwakt af als mensen het vertrouwen verliezen. Als we minder willen besteden, als we niet willen investeren. Dat heeft een erg negatief effect op economische groei. Als het vertrouwen weg is en onder druk komt te staan, dan verdwijnt een beetje de dynamiek uit de samenleving. Mm-hmm. En dat was natuurlijk al, dat was pre-corona al aan het gebeuren. En dat was dus inclusief gratis geld. Hè? Want gratis geld, dat was er al pre-corona. Ja. Dat was al in 2015 zijn ze er al mee begonnen in Europa. Want dat is raar. Gratis geld leidt tot allerlei rare dingen. Mm-hmm. Sparen heeft geen zin meer. Je krijgt bubbels op de financiële markten. Huizenprijzen exploderen. De ongelijkheid neemt toe. Dus in de maatschappij krijg je natuurlijk hele grote verschillen. Je moet wel realiseren trouwens dat er zijn mensen heel erg blij met die gratis geld. Als je huizenbezitter bent. Zeker weten. En je belegt een beetje. Heb je nog nooit zo'n goed jaar gehad als 2020. Never. Gaat nooit meer gehaald. En op de beurs, ik zag dat de beurs dit jaar bijna 30% in de plus staat. Ja, dus weet je, is dat iets wat eerder gebeurd is, Kees, in de geschiedenis? Ongetwijfeld wel eens een keertje. Maar goed, vanuit dit perspectief, hè? Nee, niet vanuit gratis. Gratis geld nooit gebeurd. Nee, precies. Nee, maar goed, hè? Mijn punt is alleen maar, er zijn dus echt winnaars. Die mensen gaan niet vragen om iets anders. Want als jij een eigen huis hebt en je belegt een beetje, kun je gewoon stoppen met werken. Ja. Want dan verdien je, dan kun je op papier verdienen. Misschien is dat wel de reden dat die mensen nu niet meer aan het werk zijn. Op papier verdien je meer met niks doen, op de bank zitten dan met werken. Ja. Nee, maar goed, dus er zijn heel veel blije mensen. Alleen, wil je een huis kopen? Wil je een huis huren? Die mensen zijn helemaal niet blij. Hè? Nee. Dus het is altijd een afweging van winnaars en verliezers. En korte termijn en lange termijn. Mm-hmm. Wat maakt dat je een oordeel kunt vellen over het beleid. Alleen is het vaak zo dat degene die winnen, die hebben praatjes, die vinden het allemaal fantastisch. En als de verliezers zich niet organiseren, blijven de winnaars aan de overhand houden natuurlijk. Dat is wat er aan het gebeuren is. Ondanks zijn Willem Middelkoop nog, koop alles wat de overheid niet bij kan printen. Ben je het daarmee eens? Nou ja, kijk, het punt is, wat cruciaal is, realiseer je gewoon. Kijk Madelon, als ik vier jaar geleden aan jou gevraagd had, Madelon, denk jij dat een negatieve rente mogelijk is? Had je BNR gebeld en had je tegen hem gezegd van, nou, stuur die man zijn vakantie. Ja. Want hij is gewoon de weg kwijt. Dat kon niet. Hè? Nee. Minder geld terugkrijgen dan je uitleende, kon niet. En nou vinden we het normaal. Ja. Hè, dus we zijn allemaal mee aan het glijden in een heel raar verhaal, wat hele grote onprettige consequenties aan het krijgen is. Ja. Dus je moet niet gaan kijken van, in dat kader, hoe gaan we ermee op? Nee, je moet kijken, hoe gaan we er vanaf komen van die vrouwenkul? En wat zijn dan de consequenties? Alleen, hoe je het draait verkeerd, die consequenties van terug naar normaal, hè, inflatie is dan 4, dus de rente moet omhoog, contrafiezen moeten mee stoppen, mm-hmm. Die gaan groot zijn. Ja. Faillissementen, werkloosheid, problemen, you name it, gaat allemaal gebeuren. En daar wil dan blijkbaar niemand verantwoordelijk voor zijn. Dus modderen we een beetje door en worden dit soort onevenwichtigheden eigenlijk groter en gekker. Ja, want wat opvalt is dat de centrale bank niks doet. Die grijpt niet in. Nee. Begrijp jij dat? Ja, dat begrijp ik wel, want dat begrijp ik zeker. Ik begrijp waarom ze het doen. Voor alle duidelijkheid, ik ben het er ontzaggelijk niet mee eens natuurlijk. Hè. Kijk, wat gebeurt met de centrale banken? Dan moeten we terug naar 2008, mm-hmm. Want dat heeft een lange historie. In 2008 hadden we de grote financiële crisis.
Toen vielen de banken om, tenminste die dreigden om te vallen. En toen ontstond er een beurscrash en een economische recessie. Ja. En centrale banken dachten toen dat die beurscrash de recessie veroorzaakte. Mm-hmm. Dus die hebben vanaf dat moment gedacht, we moeten de financiële markten te vriend houden. Ja. He, want als daar de stemming verdwijnt, krijgen we een recessie. Dan gaan we economische problemen krijgen. Kijk, in die tijd, de problemen ontstonden natuurlijk omdat die banken omvielen. Daar werd iedereen nerveus van. Maar de centrale banken hebben de link gelegd tussen de financiële markten en de recessie. Dus ze hebben zich vanaf dat moment voorgenomen, we moeten altijd de financiële markten te vriend houden. Ja. Nou, dus die financiële markten, ja, die hebben ook een tijdje nodig gehad om dat te begrijpen. Dat zij de grote vrienden van de centrale bank waren. En dat is vanaf dat moment is altijd alles gedaan om de financiële markten te vriend te houden. Als daar een beetje opwinding ontstond, maatregelen nemen om ze te vriend te houden. Rent omlaag, steunmaatregelen, dat is allemaal heel goed voor de financiële markten natuurlijk. Maar dat was dus omdat men bang was dat die financiële markten, die correctie, een klap zouden kunnen veroorzaken die in de reële economie precies, zou kunnen zijn. Dat als er nog een keer een correctie komt, zoals in 2008, ja. Dan, als dat nog in 2012 zou gebeuren of 2015, dan gaan we nog een keer, net zoals in 2008, een recessie krijgen en dat moeten we niet willen met elkaar. Ja. Ja, en dus rent omlaag, steunmaatregelen, allemaal goed voor de financiële markten. Dus er is een ontzaglijke kloof ontstaan tussen de financiële realiteit, mm-hmm. die natuurlijk, laten we zo zeggen, die is gewoon tamelijk goed opgeteld. Aandelenland tenminste, obligatieland hebben natuurlijk nul rente, terwijl er, en de reële economie, want daar zaten gewoon mensen te kijken, wat gebeurt er allemaal? Ja. Dus dat vertrouwen is al een heel tijdje, staat dat onder druk. En als we kijken naar Christine Lagarde, haar uitspraak, zei hij onlangs een behoorlijk interessante uitspraak over het feit dat zij vindt dat de burgers in Europa blij moeten zijn dat ze überhaupt nog banen hebben en dat ze hun spaargeld maar eventjes links moeten laten liggen. Maar het punt is, weet je wel, wat het fascinerende is, iedereen heeft het altijd over dat de economie cyclisch is. Ja. We hebben goede tijden, we hebben minder goede tijden. Dat is ook zo, toch? Ja. Alleen, wat is er in de loop van de tijd ontstaan in het hele systeem? Dus als het goed gaat, om welke reden ook, dan laten we het lopen. Ja. En als het misgaat, om welke reden ook, dan gaan we ingrijpen. Mm-hmm. Ja, maar dat is niet cyclisch, hè? Cyclisch is dat je het ook niet ingrijpt als het misgaat. Ja, eigenlijk anticyclische maatregelen nemen. Nee, zodat dat je als het misgaat, als het te goed gaat, zijn we met elkaar te enthousiast geweest. Er zijn er wat rare dingen gebeurd en die moeten uit het systeem geperst worden. Ja. Maar wat gebeurt er nu? Dan begint die correctie. En dan gaat iedereen wordt helemaal nerveus. Het mag niet gebeuren. Dan gaan we iedereen helpen. Ja. Dus het natuurlijke correctieproces, dat verdwijnt. En je gooit er iets in waardoor dat proces er niet meer is. Maar dat verstoort De hele marktwerking. De hele marktwerking. Ja, er is tot op zekere hoogte geen marktwerking. Omhoog hebben we marktwerking. Omlaag hebben we steun. Dus dat is ook een heel raar verhaal. Ja. Ja. Ik ben ondertussen aan het kijken. Ja. Deze weg mag eigenlijk niet, maar goed, maakt niet uit. Want jammer, dat we gewoon niet hebben gezegd van, als het goed gaat, laat het lopen. Als je dan zegt, als het minder gaat, gaan we ingrijpen. Ja, weet je wel, dan maak je het. Ja, weet je wel, dan verstoor je het hele aanpassingsproces precies. In de economie. En dat ze nu eigenlijk. En dat, dan, als ik kijk naar en dat de situatie. Dat doen we al heel erg lang. Ja. Iedere keer als je ingrijpt en het groter maakt en het gekker maakt, wordt dat als het ware dan natuurlijk even verder verstoord. Ja, en op een gegeven moment heb je geen stok meer om mee te slaan. Dat is eigenlijk wat er nu gebeurt. En dat is natuurlijk mijn punt al een tijdje lang. Ja. De rente is nou nul. Stel je voor dat het misgaat met de economie. Dat de groei afzwakt. Wat kan de centrale bank dan doen? De rente omhoog. Omhoog? Als de economie afzwakt. Ja, dat is het enige wat ze nog kunnen, want er kan niet meer verder omlaag, Kees. Dat is nou mijn punt. Dus als het echt misgaat, kunnen ze niks meer doen. Dus precies. In feite hebben we nou centrale banken. Ja, die kunnen niks meer. Ja. Ja, dus iedereen kijkt naar de centrale bank en vindt ze belangrijk. Maar dat heeft nog geen zin, want ze hebben gewoon geen impact meer op de economie. Ja. Want de rente is gewoon nul. Nou. Is dat, weten zij dat? Ja, dat mag ik hopen. Want wat mij opvalt is dat ze hier niks over zeggen. Inflatie zou iets tijdelijks zijn. Ja, nee. Het komt allemaal wel weer goed. Ondertussen blijven de beurzen maar stijgen. Zien we dat de huizenprijzen bijna 20% stijgen in één jaar tijd, Kees. Ja, je hoeft mij niet te overtuigen, Madelon. En dat is het hele verhaal, weet je wel. Alleen, ja, wat moet je nou doen? Je bent een fuik ingezwommen lang geleden. Ja. En daarmee heb je heel veel tijd gewonnen. Want in wezen, al opgeteld, gaat het allemaal wel. Maar
onderliggende problemen. En het feit dat je jezelf buiten het speelveld hebt gezet. Ja, dat wordt nou pijnlijk duidelijk. Ja. En nou is loopt de inflatie op. De groei zwakt af om allerlei redenen. Ja. En wat kunnen we nou nog? Ja, we staan nou met lege handen. Ja. Dus we hebben één hele grote speler in het economisch proces. Die er gewoon niet meer is. Ja, die is er wel. Maar die heeft geen enkele power meer. We zitten nu midden in de video met Kees de Kort. Maar ik wil je heel erg graag om een gunst vragen. Want zoals je waarschijnlijk wel weet, is het voor ons makers enorm van belang dat deze content met een zo groot mogelijke doelgroep wordt gedeeld. Wil je ons daar nou bij helpen? En vind je het ook belangrijk dat je buurvrouw, je vader, je opa of misschien zelfs wel je zusje begrijpt wat er binnen ons monetair systeem aan de hand is? Dan kun je deze video delen. Dat kun je doen door hieronder op de deelknop te drukken. En je kan het delen op Facebook met je vrienden of via de mail, via WhatsApp als je dat wil. En je zou ons daar enorm mee helpen. Dus vanuit hier hartstikke bedankt en heel veel plezier met de rest van het interview. Ja, dus die centrale banken hebben zichzelf in een positie gemanoeuvreerd. Dat ze wel praatjes hebben, maar geen enkele economische kracht meer. Nee. Omdat ze nooit hebben durven zeggen, we hebben met elkaar rare dingen gedaan. We moeten daarvoor de prijs betalen. Want dat is wat er aan de hand is. Ja. We hebben met elkaar, al ons enthousiasme hebben we als samenleving met elkaar rare dingen gedaan. Te rare dingen. En daar moeten we afscheid van nemen. Maar dat mocht nooit van de centrale bankiers. Dus ja, die onevenwichtigheden in die economie zijn groter en groter geworden. En wat nu? Ja, en eigenlijk weten de centraalbankiers dus ook niet precies hoe ze hier nu op moeten anticiperen. Een van de dingen die mij opviel... Zit in de verkeerde film. Is dat Christine Lagarde onlangs naar buiten bracht dat zij waarschuwen voor eventuele correcties op de beurs en op de huizenmarkt. Nou, dat is geen rocket science, hè? Maar waarom waarschuwen ze daar nu ineens voor, Kees? Ze hebben zichzelf in een uitzichtloze positie gemanoeuvreerd. Ja, door hun beleid. Ja. Zijn die huizenprijzen gestegen en zijn die koers gestegen? Ja. Ja, nou ja, dan ga je ervoor waarschuwen. Ja, maar daar liggen ze nachts wakker van. Ja. De enige reden die ik zou kunnen bedenken is omdat ze iets moeten gaan doen. We zien dat nu de economische groei langzaamaan wat afneemt. We hebben net het hele beeld geschetst van die ondernemers. Langzaamaan wat afneemt. Nou, misschien best wel fors afneemt. Ja. Hè? Door die stijgende inflatie, door die loonkosten die omhoog gaan. Een tal van andere lockdowns, et cetera, et cetera. Ze zien dat. Ja. Ze moeten iets gaan doen. Die rente die moet misschien wel een stukje omhoog. Nou ja, maar die rente die had nooit zo laag mogen zijn. Nee. Maar als je nou de rente verhoogt, en een kwartje heeft natuurlijk geen zin. Nee. Inflatie 4-5%. Als die rente omhoog gaat, ja, dan weet je ook wat er gaat gebeuren met faillissementen, huizenprijzen, werkloosheid. Ja. Ja, dus... En dat is mijn punt met verantwoordelijkheid. Je, een heleboel mensen willen verantwoordelijk zijn, maar willen niet maatregelen nemen die onprettig zijn. Ja. En als toezichthouder moet je durven bijten. Als jij niet durft te bijten, ben je een ontzettend aardige mevrouw, dan moet je nooit toezichthouder worden. Want toezichthouder hoort erbij onprettige dingen doen. Ja. Nou, en wat is nou de name of the game van de afgelopen 10 jaar geweest? Ik bedoel, geen onprettige dingen doen. Maar dat is van tijd tot tijd nodig. Als we met elkaar als samenleving rare dingen hebben gedaan, moeten we de prijs ervoor betalen. Dus je moet door die zure appel heen. Ja, maar dat had jaren geleden al gemoeten natuurlijk. Ja. Die zure appel wordt wel eens maar zuurder. En niemand wil op die plek staan dat die zure appel doorgebeten moet worden. Dan moet jij die functie niet willen hebben. Nee. Madelon, het is heel simpel. Je ambieert een functie en bij iedere functie horen verantwoordelijkheden. Ja. Maar, als toezichthouder is een hele belangrijke voorwaarden, jij moet durven bijten. Jij moet impopulair durven zijn. Als onder jouw toezicht rare dingen zijn gebeurd, moeten mensen daarvoor de prijs betalen. Daar moeten ze ook van leren. Ja. En daar leer je van. Absoluut. Nee, dan moet je dus niet gaan zeggen, we proberen jou te redden. Nee, we gaan jou een lesje leren. Ja. Nou, dat is gewoon 15 jaar niet gebeurd. Zeg maar, dat willen ze niet doen, dat durven ze niet te doen, whatever. Maar dat heeft ertoe geleid dat die onevenwichting alsmaar groter zijn geworden en de prijs die je voor moet halen ook aan het oplopen is. Mm-hmm. Maar als jij als toezichthouder dat niet durft, dan ben je gewoon niet geschikt voor die functie. En concreet, Kees, wat betekent dit nou voor de beurs? Hè? Want we hebben hier een jaar geleden met elkaar gesproken en toen had jij een hele mooie quote en ik ga proberen hem zo goed mogelijk te herhalen. Jij zei, nooit beleggen is niet beleggen en niet beleggen is ook beleggen. Klopt dat? Ja, zeker.
Ben je het daar nog steeds mee eens? Want je hebt wel 30% bijna gemist, stijging afgelopen zeker. Jaar. Ja, ja zeker. Nou, dat is ook zo. Maar dat is kijk, Marlon, het feit dat allerlei mensen in de financiële wereld nog werken, betekent ook dat ze, allemaal niet goed, dat ze niet alles goed gezien hebben. Want als je alles goed ziet, dan ben je op je 35ste binnen. Maar vind je dan dat je dat niet goed gezien hebt? Nee, ja, of nee, vind maar, je dan dat hier wat anders aan de grondslag ligt? Kijk, beleggen is natuurlijk heel erg veranderd de afgelopen 10, 12 jaar. Vroeger had je, weet je wel, techsanalyse. Fundamentele analyse. Je had een paar smaakjes. Fundamentele analyse, weet je wel, rente, cashflow, koers-winstverhoudingen. Ja, dat speelt natuurlijk geen enkele rol meer. Nee. We hebben nou momentum en sentiment. Ja, daar is niks mis mee. Maar dan moet je ook tegen. Dat beleggen is van karakter veranderd. En ik ben oldschool belegger. Dus allerlei nieuwe vormen. Ja. Daar begrijp ik gewoon niet zoveel van. Dat je gewoon dat je iets gaat kopen omdat iedereen het koopt. Ja. Ja, dat heeft wel geleid. En gratis geld heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Maar zie je dat zo? Denk je dat mensen iets gaan kopen omdat iedereen het koopt? Of zit daar echt iets anders achter? Want volgens mij is het zo dat het spaargeld op zoek is naar rendement, omdat ze dat niet meer kunnen krijgen. Dat speelt ook, maar dat is al 5 jaar en zo natuurlijk. Ja. Het punt is, als je moet kiezen tussen 4 kwaden, is het minst kwade niet goed. Nee. Dus dat is ook niet gaan. Dat is het punt. Het feit dat je iets wordt niet goed omdat je het eens is wat je kan doen. Maar het is wel gebeurd. Nou ja, dat kan. Maar als bij wijze van spreken mevrouw Lagarde en meneer Powell gewoon 1 dag hadden gedaan wat ze hadden moeten doen, was dat niet gebeurd. Dus je leeft een beetje, die beurs zijn een beetje gaan blijven stijgen. Ja. Op basis van het falen van verantwoordelijke autoriteiten. Ja. Is niks mis mee. Fijn voor de mensen die belegd hebben, maar het had ook heel anders kunnen lopen. En dat is natuurlijk beleggen, een afweging van kansen en risico's. Nou, gratis geld, negatieve rente, opgeblazen, dit. Dan zou ik zeggen dat de kans groter wordt dat iemand wat gaat doen. Ja. Het is niet gebeurd. Dat is fijn voor iedereen, maar het had wel moeten gebeuren. Het had wel kunnen gebeuren. Het had moeten gebeuren. Zie je dat signaal vanuit Christine Lagarde dan nu ook echt als een als mogelijk statement? Van pas op, we gaan misschien iets doen. En dat kan voor correcties zorgen op de huismarkt, maar ook op de aandelenmarkt? Ja, kijk, ze moeten wat zeggen. Of moeten ze gewoon iets? Want het inflatietijdelijk verhaal, dat wordt het niet meer. Ja, dat wordt het niet meer. Nee. Kijk, een echte reactie op de beurs willen ze ook niet. Net uitgelegd in 2008. Ja. Dus weet je, ze zijn in die fuik gezwommen. En nu? Ja. En hoe verder je de fuik inzwemt, hoe moeilijker het is om uit die fuik te komen. Ja. Je kunt nou alleen maar, mevrouw Lagarde kan kiezen tussen heel erg slecht, nog veel slechter en nog veel erger. Ja, dat wil ze niet. Ja. Zij is geen centrale bankier. Jij doen dan? Heb jij hier een oplossing voor? Ja, cold turkey, 4%. Bam. En dan gaan we hele rare dingen gebeuren. Ja. Een enorme crisis gaan we krijgen. Hebben we daar voorbeelden van? Is Turkije iets wat we hiermee zouden kunnen vergelijken? Dat totaal niet. Dat is natuurlijk een klein land. Hè? Maar het punt is, de zaak is zo ontspoord. Ja. Hè? Laten we zo zeggen, weet je wel. Je hebt 6 silo's naast elkaar staan en er is geen verband meer tussen. Nee. Hè? Dus de normale verhouding tussen de financiële wereld en de economische wereld die zijn verstoord. Binnen de financiële wereld zijn de verhoudingen verstoord. In de economische wereld zijn de verhoudingen verstoord. En met geld, het is afgekocht met gratis geld, steunmaatregelen. Maar dat is allemaal redelijk gelopen. Ja. Het is niet misgegaan. Maar er is geen enkele sprake van welk herstel dan ook. Nergens niet. Ja, de koersen stijgen. Maar dat wil niet zeggen dat het beter gaat. Weet je, dus we leven in een heel wankel evenwicht. Met allemaal hele rare situaties. De rente is 0, weet je, de inflatie is 4, de groei zwakt af, de quantitative easing, allemaal hele rare dingen. Die met elkaar een hele gevaarlijke combinatie af en toe. Dat was 1 jaar geleden ook al zo, en 2 jaar geleden ook al zo. Dus, en, ja, het is ook een kwestie van wil je zien wat er aan de hand is. Ja. Nou, je hebt nou ook een wedstrijd, wij willen niet zien wat er mis is. Wie speelt die wedstrijd het beste? Ja. Wij willen niet zien, want het punt is, als je iets benoemt, moet je wat doen. Ja, tuurlijk. Dus benoem je niks. Ja. Dus zeg je, het komt allemaal wel goed. Rustig aan. Je benoemt niks. Hè? Er zijn geen problemen. Dus hoef ik niks te doen. Dus de name of the game. En dus we zitten niet in een coronacrisis. We zitten niet in een monetaire crisis. We zitten in een leiderschapscrisis. Van allemaal mensen die verantwoordelijk zijn voor dingen. Hè? Waar ook bij hoort dat je de zaak met elkaar in balans brengt. Die dat niet doen. Ja. Omdat als je het nu wel gaat doen, heeft dat allemaal hele grote onprettige consequenties. Ja. Om die economie en die financiële wereld weer recht te zetten.
De reset, waar mensen het vaak over hebben, mm-hmm. dat is in wezen dit verhaal. Er moet weer balans komen in die economie. In de rente, in de aandelen, in de werkgelegenheid. Maar heb jij daar wel vertrouwen in, dat kan lukken, dat die balans weer terugkomt? Ja, dat kan zeker. Alleen dat gaat heel veel pijn doen. Ja. Het is altijd, voor alles wat je doet, heeft, wat ik net al zei, mm-hmm. voordelen en nadelen, winnaars en verliezers. Ja. Als je gewoon niemand pijn wil doen, gaat dit ook niet opgelost worden. Nee. En er moet de bereidheid zijn om te zeggen, Madelon de Vos heeft alle gekste dingen gedaan, daar gaat ze spijt van krijgen. Ja. Kees de Kort heeft niks geks gedaan, die gaan we belonen. Ja, dat verhaal, weet je. Mm-hmm. De correctie en de reactie gaat een heleboel pijn verdelen. Moet pijn verdeeld worden. Het vervelende is dat wat pijn doet, dat wordt nu geprezen. Het nemen van leningen, gratis geld, het beleggen. Maar dat leidt op korte termijn allemaal tot leuke dingen. Ja, precies. Nee. En ook daarvoor geldt weer, dat is een soort verband. Tegen lenen, met lenen is natuurlijk niks mis. Hè, dat moet je zelf weten. Alleen heel veel lenen, met de rente die nul is, dan word je kwetsbaar. Want als de rente wat omhoog gaat, omdat de inflatie bijvoorbeeld oploopt, omdat de prijs van de rente moet niet gratis zijn. Rente is de prijs voor risico. Ja. Risico is nou gratis. Ja, dat kan toch gewoon niet? Dat bestaat niet. Dat bestaat wel blijkbaar nu. Ja. Maar dan snap je wel dat hele economie en financiële verband en processen, dat die volledig ontspoord zijn als risico geen prijs heeft. Dus dat moet je rechtzetten. Nou, dat betekent dus dat alle mensen die te veel risico hebben genomen de afgelopen jaren, dat zijn er nog wat, die gaan er spijt van krijgen. Ja. Nee, die gaan minder rijk worden, die gaan werkloos worden, god weet wat. Dat is allemaal onprettig, maar daarmee geef je als het ware, zet je die economie en de financiële wereld in verband met elkaar. Mm-hmm. Maar we leven nou in een soort bubbel die mogelijk gemaakt wordt door gratis geld en steunmaatregelen en allerlei gektes. Ja, weet je wel. En er zijn ook winnaars, wat ik net al zei, daar zijn mensen heel erg blij mee. Maar er zijn ook hele grote groepen voor wie de toekomst dan ook een heel stuk anders uitziet. Heb je dan het gevoel, Kees, dat je de boot gemist hebt als het gaat om beleggen? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee. Want jij hebt je geld dan de bank laten staan misschien, besteed, dat kan ook. Ja, ik heb het op de bank laten staan. Maar ja, dat betekent dus wel dat je last hebt gehad van en inflatie en dat je een behoorlijk gedeelte gemist hebt. Ja, maar mijn verhaal was al heel erg lang. Dit kan niet blijven duren. Nee. Ja, er moeten een keer mensen opstaan die doen waar ze voor betaald worden. En dan wordt het verhaal heel anders. Ja. Ja, dus als je dan cash staat, verlies je in ieder geval niks. Terwijl als je gewoon zwaar belegd hebt. Maar dat is niet gebeurd. Hè. Dus ik heb gewoon ongelijk gekregen in mijn timing. Ja. En sterker, de onevenwichtigheden en de gekte zijn nog groter geworden. Mm-hmm. Ja. Begrijp jij ook dat er mensen zijn zoals ik, die ervoor gekozen hebben om naar een totaal ander systeem uit te wijken, bijvoorbeeld Bitcoin? Tuurlijk. Als jij maar weet wat je doet. Kijk, ik ben een oldschool belegger. Hè. Ik kan ook koers-winstverhoudingen, cashflows en al dat soort dingen. En rente. Nou, daar kan ik al andere manieren geld aan kijken. Maar als jij weet wat je doet en als jij weet welke risico's loopt, be my guest. Ja. Dat moet iedereen zelf weten. Alleen je moet niet denken ik heb de vergelijking gemaakt tussen goud en koper. Ik vind, je moet niet denken dat koper goud is en de prijs van goud te betalen. Het is koper. Ja. Nee, dus als jij weet, als jij beseft wat de kansen en risico's zijn. En jij bent bereid dat risico te nemen. Dan moet je gaan doen. Mm-hmm. Maar je moet zelf weten natuurlijk. Maar dat is niet iets waar jij voor zou kiezen. Jij zou risico-averser beleggen, begrijp ik hieruit. Nou, ik maak een andere afweging tussen kansen en risico's. Ja. Nee, maar mijn afweging wordt zwaar verstoord door de Powell, door de Powells en de Lagardes van deze wereld. Ja. Die blijkbaar niet, die het allemaal normaal vinden dat het geld gratis is. Ja. En die, maar dat is wel heel dat hele financiële spel financieel is ontspoord. Daar wordt mijn visie ook door verstoord. En dat is de reden waarom ik gedacht heb, ik moet eruit. Ja, goed, ik ben er ook uit. Alleen, maar je zit in cash en dan heb je dus nog steeds last van de inflatie die veroorzaakt wordt door de manier van leiderschap. En vanuit mijn perspectief is het zo dat Bitcoin alles heeft wat de euro of de dollar niet heeft. Dus nagenoeg geen inflatie. Het is open voor iedereen toegankelijk, et cetera, et cetera. Wereldwijd. Waar is de cashflow? Bitcoin heeft geen cashflow, maar heeft de euro wel een cashflow. Euro niet, maar aandelen wel. Dan zie je het als valuta.
Waar kan ik hem mee betalen? Als ik de winkel inloop met bitcoins, kan ik dat betalen? Ja, zeker. Ja, in sommige plaatsen. En misschien dat nooit nog gaat gebeuren. Nee, ik heb een creditcard, Kees. Waarmee ik overal met bitcoin kan betalen. Als het geaccepteerd wordt. Nee, de creditcard kan je met een visa kan je overal betalen. Dus ik kan ervoor kiezen dat ik met bitcoin wil betalen. Bij welke winkel dan ook. Ik zal hem je straks even laten zien, Kees. Het kan. Van mij mag ik. Kijk, ik hoef je niet te overtuigen van bitcoin natuurlijk. Maar ik vind het wel heel grappig dat je dus ziet dat twee mensen die bijna hetzelfde over het hele monetaire verhaal denken, toch een totaal andere visie hebben op hoe je je geld kan verdelen. Ja. En bij jou zie ik echt risicoaversie. En bij mij is het meer een beetje aversie ten aanzien van het systeem. Nee, maar geld is natuurlijk wel wat ingewikkelder dan bitcoins of geld. Hè. Daar komt er nou bij kijken. De prijs van geld. Nee, maar goed, voor mij mag iedereen alles doen als je maar weet waarmee je bezig bent. En als je gewoon accepteert wat er kan gebeuren, nou, dan be my guest. Hè. Als je niet met geleend geld doet, dan in ieder geval als je verstandig bent en dat je niet helemaal failliet gaat als het misgaat. Ja. Maar het belangrijkste, weet jij wat je doet? Absoluut. En heb jij ogen? Hè? Heb je een beetje kijk op wat er zou kunnen gebeuren? Nou, als je dat accepteert, moet je gaan doen. Dat maakt niet uit waarin je je geld steekt. Nee, alleen een heleboel mensen praten over dingen, weet je, dat ik dan denk van nou, volgens mij ben je toch een paar facetten van het hele verhaal aan het onderschatten. Maar goed, op dit moment, ook vanwege natuurlijk het gedonder in het financieel stelsel, wordt gezocht naar alternatieven. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat een blijvend alternatief is natuurlijk. Mocht een keer een moment komen dat die balans tussen de financiële wereld, dat die weer eens hersteld wordt. Ja, dat zou prachtig zijn. Ja. Maar nogmaals, voordat dat gebeurt, als dat gebeurt, dan gaan een heleboel mensen pijn lijden. Dat wel. Maar goed, dat kan met die bitcoins ook natuurlijk. Hè? Zeker weten. Nee, maar ik denk ook dat bitcoin niet nodig was geweest. Dat het helemaal niet mijn interesse gehad zou hebben. Op het moment dat hier geen potje gemaakt was ten aanzien van het monetair beleid. Dan was bitcoin niet eens nodig geweest. Nee. Dat monetair. Onbegrijpelijk. Kijk, normaal gesproken is het zo dat als je met mensen over bitcoin spreekt, dat ze dan zoiets hebben van, gouden bergen, het is een bubbel, de mensen willen heel graag geld verdienen. Maar voor mij is het echt een vlucht uit een systeem wat totaal opgeblazen is, waarvan ik niet meer weet wat ik ermee moet. Laten we zeggen, je betaalt met bitcoins, maar er wordt gewoon, de bitcoinprijs, de europrijs wordt verrekend in bitcoins. Je zit nog steeds in euro's te praten natuurlijk. Alleen de verrekening is in bitcoins. Ja. Ja, goed. Ja, nee, het is nog niet een officieel betaalmiddel als je zou kijken naar ruilmiddel, rekenmiddel, oppotmiddel. Nee, absoluut niet, daar ben ik het mee eens. Alleen 50.000, als je deze auto koopt, dan ben je één bitcoin kwijt. Maar het fijne is dat we wel met z'n allen weten wat het monetair beleid achter bitcoin is, om het zomaar te zeggen. Ja. Dat staat vast. En daar kunnen we niks aan doen. Er is geen Lagarde die daar wat mee doet. Nee, dat is waar, maar dat maakt ook gelijk een stuk. Er zijn een paar duizend bitcoins in omloop, 12.000 geloof ik. Hè? In totaal komen er 21 miljoen in omloop, zijn er iets meer dan 8 miljoen. Hoe gaan we dan groeien? Wat doen we met kredietverlening? Wat doen we met faillissement? Weet je wel, dat is allemaal niet zo makkelijk. Wat jij nou, het is een verrekening in bitcoins, dat snap ik allemaal wel. Ja. Maar bitcoins voldoet natuurlijk nog niet aan alle eisen van geld. Nee, maar je kan dus wel een lening nemen. Toevallig een vriend van mij heeft onlangs een huis gekocht. En die heeft dat gedaan met een lening waarbij zijn bitcoin als onderpand gebruikt is. Dus het kan wel degelijk. Nee, de rente die daarvoor betaald wordt, ligt ook heel hoog, rond de 10%, Kees. Dat zou je te denken moeten geven, Marlon. Ja, maar dat is dus wel heel interessant. Het gebeurt wel degelijk. Dat zou je te denken moeten geven. Hè? Ja. Dat je euro's kunt lenen tegen 1% en bitcoins tegen 10%. Ja, maar dat betekent dus dat die waarde van die bitcoin... Dat betekent dus dat er geen vertrouwen in de bitcoins is. Nee, natuurlijk. Juist niet dat niemand die bitcoin kwijt wil. Dat is waar het op neerkomt. Dat iedereen denkt van ik wil heel hoog coupon hebben voor die bitcoins. Ja, maar dat maakt niet uit. Door de rotzooi die ze ervan gemaakt hebben met elkaar... Toezichthouders, een hele beperkte groep mensen, is verantwoordelijk voor een ontzagwekkende hoeveelheid ellende. Omdat ze het verkeerde beleid hebben gevoerd en op basis van het verkeerde beleid gaat iedereen zijn posities innemen. Want dat is ook wat er gebeurt, weet je wel. Rente is nul, dan gaan we aandelen kopen. Exploreert de beurs, dan gaan we huizen kopen en exploreert de huismarkt. Het zijn allemaal de resultanten van heel weinig mensen, misschien in de wereld een stuk of 30, die gewoon... Aan de touwtjes trekken. Aan de verantwoordelijk zijn voor de besluiten. Op waar iedereen op gaat reageren en zijn positie gaat innemen. Ja. En die er wel voor gezorgd hebben met z'n dertigen. Dat het hele financiële stelsel volledig ontspoord is. Het is vrij gruwelijk. En hoe lang kan dit nog zo doorgaan, Kees? Wat ik net al zei, Marlon, toen we een stukje teruggereden. Ja. Dat was 5 jaar geleden, als je voorspelt dat grenzen geld gratis kon zijn. Dat kon niet.
Dat vinden we ook allemaal. Dus we glijden ook een beetje mee in de gektes die men laat ontstaan. Ja. Ja, want iedereen probeert dan toch zijn weg te vinden. Geld is gratis. Ja, wat gaan we dan doen om toch iets te verdienen? Ja. Ja, dus dat is het. Je hebt ook bijna geen keus. Je hebt ook de keuze. Je hebt de keuze niks. Maar het is vrij gruwelijk dat zo weinig mensen voor zoveel schade kunnen gaan zorgen. Ja, dat is vrij verschrikkelijk. Maar ja. Dit kan dus, als ik jou zo hoor, nog wel even zo doorgaan. Zolang als het groot publiek gewoon accepteert wat er gebeurt, ja. Dan kan het doorgaan. Dan kunnen we nog gekkere dingen krijgen. Ja, ja. Als dit kan gebeuren, kijk, dat is mijn punt. Wat er nou gebeurt, had niemand zich kunnen voorstellen een paar jaar geleden. Nou vinden we het allemaal. Ja. Dus ja, een volgend konijn uit de hoed zou het maar kunnen, als je het accepteert. Ja. Heb jij een idee wat het konijn zou kunnen zijn? Nou, ik weet één ding, Madelon, dat weet je zelf ook wel. Als het goed gaat, zijn mensen niet creatief. Als het slecht gaat, worden ze een heel stuk creatiever. En ik denk dat er bij die monetaire autoriteiten gewoon een aantal mensen zitten die nu heel dingen aan het bedenken zijn. Die we nog nooit gezien hebben. Ja. En dan hopen dat ze ermee wegkomen om het schip weer nog maar een tijdje drijven te laten houden. Want dat is het natuurlijk. Hè. Maar is het niet ook voor een heel groot deel dat de rijken juist hierdoor rijker worden en dat de armen hierdoor armer worden en dat de beleidsmakers... In Duitsland werd Christine Lagarde mevrouw Inflation genoemd, Madame Inflation, terwijl ze zelf de Chanel kleren draagt en niet doorheeft wat er daadwerkelijk gebeurt bij de arbeiders, de normale burgers die in Europa hartstikke hard werken en hun spaargeld proberen te behouden. Dat is zeker. En daarom de rijken zult echt blijven accepteren. Dat Maar zij zijn onderdeel van die rijken. Ja, maar het punt is natuurlijk van, ik denk, ik zit een beetje te wachten op maatschappelijke onrust. Ja. En niet een beetje. Die gaat natuurlijk zwaar ontstaan. De tweedeling in de samenleving, die wordt alsmaar groter. Ja. En dat is ook weer een onmiddellijke consequentie van dat monetaire beleid. Ja. Dus ik zit gewoon te kijken, wanneer gaan nou mensen die in wezen gewoon die allemaal min of meer slachtoffer, wanneer gaan die zich organiseren? Maar kan het ook komen dat mensen niet begrijpen hoe het werkt, Kees? Toen ik jong was, weet je wel, vlogen de Molotov-cocktails door de Dam heen. Wanneer is nou een keer geprotesteerd? Maar protesteerden ze tegen inflatie toen? Nee, dat maakt niet uit. Protesteren. Ja, maar het gaat erom dat deze materie zo lastig te begrijpen is. Nee, het gaat om organisatie. Vakbonden, dat bestaat nou. Vroeger was het gewoon veel meer organiseren. Ja. Veel meer stampij over dingen. Ze komen ook een heleboel dingen weg, omdat er geen enkele vorm van georganiseerde tegenspraak is. Ja. Mensen zijn ongelukkig, ze snappen het niet helemaal, er is geen organisatie. Maar ze begrijpen ook niet waar dan die inflatie vandaan komt. Als je niet. Naar de televisie dat kijkt, ook helemaal niet. Dan hebben ze het over, het is gevoelsinflatie. Nee, dat is allemaal. Nou, dat is natuurlijk een lulverhaal, want iedereen die gewoon iets moet betalen, die weet dat het echt inflatie is. Ja. Er is wel onvrede, maar die wordt niet gekanaliseerd. Nee. Dus op het moment dat er een paar goede volksmanners opstaan, dan krijgen we georganiseerd verzet en dan wil ik nog zien wat er gaat gebeuren. Dus daar moeten we op wachten. Voor de rest de mensen die van profiteren, die willen niet dat het verandert. Ja. Maar er zijn hele grote groepen die min of meer niet geslachtofferd worden, dat ook niet, maar die een beter deal kunnen krijgen. Ja. Maar die moeten zich organiseren. Of het nou jongerenbonden zijn, of pensionado's, of weet ik van wat mensen met weinig geld. Er is geen organisatie, er is geen maatschappelijke organisatie en geen protest. Ja, dus eigenlijk is het de roep om samen... Mijn roep, ja. Jouw roep. Mijn roep, ja. Om ervoor te zorgen dat dit beter... Nee, je kunt ook lopen. Aan het licht komt. Maar het punt is ook waar we met de discussie mee begonnen. Gratis geld. En het kan natuurlijk ook gaan komen van pensionado's. Die op een gegeven moment kunnen zeggen van... Ja, jongens, mijn geld verdwijnt met 4-5% per jaar. Nou, die kunnen ook wel eens gaan roepen om een ander beleid. Ja. Ja, er zijn natuurlijk ook, om zich aanhalingstekens open, slachtoffers sluit. En die moeten stampij gaan maken. Ja, alles valt of staat met dat beleid. Dus. Ja, en met die rente. De zaak is geen enkel evenwicht meer. Het is helemaal dingen die normaal met elkaar verbonden zijn, die zijn allemaal los van elkaar. We kijken naar A of naar B en niet naar het verband ertussen. Dus dat zo weinig mensen zo lang hun totale destructie kunnen uitvoeren. Omdat er gewoon te weinig, omdat er een paar mensen aan profiteren, die laten lopen. En te weinig mensen stampij maken en zeggen, jongens, wat zijn we in godsnaam, hoe moet het aflopen? Ja, ik vind het ongelooflijk interessant om weer met je bij te praten, Kees. En ik denk dat we gewoon weer opnieuw het gesprek moeten aangaan op het moment dat er een groep opstaat of
dat de rente omhoog gaat. Maar dat kan dus nog wel even duren als ik jou nou, hoor. Ja, dat ligt eraan. Hè. Dat is het punt met onvrede. Ja. Dat kan heel snel gaan. Ja. Het kan ook zo zijn, weet je wel, dat gewoon mensen die geld hebben zeggen, ja, weet je wel, we leven nou 4-5% per jaar en dat moet stoppen. Ja. En hoe groot is die lobby en hoe snel gaan dan de monetaire autoriteiten erop reageren? Ik wil je hartstikke bedanken voor dit gesprek, Kees. Is er nog iets wat wij vergeten zijn wat belangrijk is dat we nog ongetwijfeld, dat bespreken we dan de volgende keer gewoon weer. Ongetwijfeld. Ja. Hartstikke bedankt, Kees. Nou, ik wil de kijker natuurlijk ook bedanken voor het kijken van deze video. Laat ook eventjes weten of je het met Kees en Visie eens bent. Doe dat hieronder in de reacties. Hoe kunnen mensen jou volgen, Kees? Of waar kunnen ze jou volgen? Nou ja, bnr.nl natuurlijk. Hè. Ja, elke dag. Vijf dagen in de week is Centrale Bankiersbesje. Ja. Nee, maar Madelon, zonder gekheid. Het lijkt allemaal goed te gaan. Het is, weet je wel, we hebben 80 miljard aan de coronacrisis erop. Weet je wel, allemaal gekke dingen. Het lijkt goed te gaan. Weet je wel. Ik denk dat het was een beetje een onkies grapje, maar het is gewoon 25 december 2004 en we liggen op een strand in Thailand. Ja. En het zonnetje schijnt. Zo voelt. Nee, maar wat was het toen? 25 december 2004? Ja. Zonnetje schijnt, we liggen aan het strand. Oh, Thailand. De tsunami. Dus er is al iets gebeurd. Het komt eraan. Alleen, dat denk ik. Ja. Nou, dan sluiten we daarmee af. Niet weet je wel. Ik wilde eigenlijk positief afsluiten, Kees. Gelukkig niet met al die doden. Het is een pijnlijk verhaal. Maar, ja. Maar wel met een bandje opschrijven. Maar wel met dat er iets groots aankomt. Ja. Alleen, kunnen we dat vertragen? Kunnen ze dat op een gegeven moment een beetje vertragen? Nou, we hopen dat het vertraagd wordt en op een goede manier, Kees. Nee, dat kan niet meer. Nee, Madelon, dat kan niet meer. Ik wilde nog positief afsluiten, maar ik denk dat we het gewoon hierbij gaan laten. Dit wordt het niet. Wij kennen het woord, Madelon, kennen het woord positief niet in economie. Wij kennen gewoon wat er gaat gebeuren. Ja. Deze rente omhoog of wat je doet, heeft allemaal erg onprettige consequenties. Ja, op korte termijn. Eerst de zure appel. En uiteindelijk krijg je dan dus wel een deflationair, deflatoire scenario. Dat moet ook nog blijken natuurlijk. Maar laten we zeggen, eerst moet de allergrootste gektes uit het systeem gevangen worden. En dan kunnen we op een gegeven moment gaan kijken. Dit gaan we niet meer doen. We gaan vanaf nu wat verstandiger aanpakken. En we gaan weer proberen met de zaak weer in te halen. Dat is eigenlijk het verhaal. Oké, nogmaals ontzettend bedankt. Mensen kunnen jou volgen. Iedere dag 5 dagen in de week bij BNR Nieuwsradio. 10 over 12. Of via de podcast. Ja. Hartstikke leuk. En we zorgen er natuurlijk voor dat de kijkers jou ook even op Twitter volgen. Daar kun je ook het laatste nieuws omtrent alle macro-economische gebeurtenissen en omtrent de beurs volgen. Via Twitter-account van Kees de Kort. Die zullen we hieronder neerzetten. En voor nu wens ik je een hele fijne week. Hartstikke bedankt voor het kijken van deze Madelon Navigeert. Ik kan wel slapen vannacht. Ik hoop dat jullie nog kunnen slapen vannacht. Ik in ieder geval wel. Hè? Het is hartstikke rustig als je Bitcoin hebt. Dus dat komt helemaal goed wat dat betreft. Ik wens je een fijne week. Hartstikke bedankt. Ik ben benieuwd of jij erover Bitcoin wil praten als het gebeurt. Dan ik bang voor zeker weten, absoluut. Okay. Tot de volgende Madelon Navigeert. Dag.